Dit is André. André houdt enorm van zijn familie en kleinkinderen. Maar net als 1 op 10 Belgen leidt hij aan gehoorverlies. Gelukkig heeft hij een hoorapparaat. Vol met technologie dat achtergrondlawaai kan onderdrukken en 1 spreker kan versterken. Problem solved. Of niet? Moderne hoorapparaten kunnen veel. Maar wat ze niet weten, is naar welke spreker André precies wil luisteren. Zo faalt een hoorapparaat in situaties waar meerdere personen tegelijkertijd aan het spreken zijn. Aangezien het niet weet welke spreker het moet versterken. Dan schakelt André al vaak zijn hoorapparaat uit om de chaos te vermijden. En haakt hij al snel af. Niet zo handig, toch? Om dit probleem te verhelpen, ontwikkel ik in mijn doctoraat algoritmen en technologie om op basis van de hersengolven snel en accuraat te achterhalen voor welke spreker een gebruiker aandacht heeft. We gebruiken 2 strategieën om de juiste spreker te bepalen. Ten eerste kunnen we in de hersengolven kenmerken opsporen van het spraaksignaal waarvoor je aandacht hebt. Die vergelijken we dan met alle geluiden die het hoorapparaat heeft opgevangen om zo de juiste spreker te identificeren. Ten tweede kunnen we ook vanuit de hersengolven achterhalen naar welke positie in de ruimte iemand zijn aandacht richt. De spreker die het hoorapparaat moet versterken, komt dan overeen met de persoon op die specifieke plaats. Door deze technologie verder te ontwikkelen, kunnen hoorapparaatgebruikers binnenkort zelf hun apparaat sturen naar de spreker die ze echt willen horen. Of actief wegsturen van iemand die ze willen negeren. Doordat we de auditieve aandacht rechtstreeks kunnen achterhalen uit de hersengolven, kan André zijn hoorapparaat terug inschakelen tijdens een familiefeest en kan hij opnieuw deelnemen aan de gesprekken met zijn familie en kleinkinderen.